kwaliteit van de kuil is afhankelijk van het materiaal wat je in de kuil stopt. Jong Engels rijgras heeft een perfecte voederwaarde, maar als je door omstandigheden een keertje niet op tijd kunt oogsten, zoals hier dit gras dat het volop in de bloei staat, of als je bijvoorbeeld veel witbol of straatgras in je wei hebt staan, dan heb je gras wat al 150 fem minder op het land heeft. Wel, hoe kun je hier toch veel melk uit halen? En het belangrijkste wat je dan moet doen, is eigenlijk zorgen dat die celwanden die vrij hard zijn, dat die voorgeweekt worden. En dat kun je doen door nat in te kuilen. Natte kuilen krijg je meer melkzuur, meer azijnzuur. En zeker als je Bonsilage Plus gebruikt, krijg je bijna een verdubbeling van de zuren, waardoor de celwanden beter verteren. Nou, hier zie je dus typisch de vorm van krophaar. Krophaar heeft een verteerbaarheidscoëfficiënt van 10% lager als van Engels rijgras. Dat is ongeveer 100 fem. En 100 fem, dat betekent ongeveer een liter of 5, 6 per koe per dag minder als je 10 kilogram van dit gras zou voeren. Nou, ook dit gras kun je dus beter maken door nat in te kuilen. Zorgen dat er meer zuurproductie is. Met Bonsilage Plus zorg je bij dit gras dat je ongeveer een liter of 3 per koe per dag extra hebt.